Het Maastadziekenhuis heeft herhaaldelijk gelogen over de Klebsiella-bacterie. Dat zeggen nabestaanden van een van de 28 mensen die volgens het ziekenhuis zijn overleden aan de bacterie, al dan niet in combinatie met een ziekte. Letty Lokken verloor haar moeder nadat zij een zware operatie had gehad. Steeds werd ontkend dat de vrouw een besmetting had opgelopen. Vrijdag hoorde de familie dat ze toch besmet was en dat dat al direct na de operatie bekend was. Half februari wordt de 75-jarige Trace Lokken opgenomen en op 15 april wordt ze geopereerd. Wat de familie niet weet is dat al de dag na de operatie bij de vrouw een test is afgenomen en dat die positief blijkt te zijn. Van de testen wist ik zelf niks. En toen het in het nieuws kwam, die bacterie, heb ik meerdere malen gevraagd van joh, heeft mijn moeder niet ook die bacterie? En daar is altijd met nee op beantwoord. Terwijl er een test lag waaruit naar voren kwam dat ze het wel had. Ja, wat nu blijkt wel. Tot 13 mei ligt de vrouw in het ziekenhuis zonder te weten dat ze is besmet. Net voor de verhuizing van het ziekenhuis wordt ze naar huis gestuurd. Maar vanwege complicaties wordt ze na een paar dagen opnieuw opgenomen. Na de ziekenhuisopname gaat ze naar een verpleeghuis. Dat zou mogen omdat uit een nieuwe test zou blijken dat de bacterie niet meer aanwezig is. Letty twijfelt daaraan. Ze zegt dat er veel meer testen gedaan hadden moeten worden en vreest dat haar moeder ook andere mensen heeft besmet. Nee, er zijn daar ook geen maatregelen getroffen dat mijn moeder in quarantaine ging. Dus hun wisten niks van de bacterie. Wat kan dat voor gevolgen hebben? Dat mensen die heel zwak zijn ook besmet zijn geraakt door mijn moeder. Dat de verpleging die uw moeder behandeld heeft daarna naar andere mensen ging? Ja, en de vrouw die bij mijn moeder op de kamer gelegen heeft. Trace Lokken overleed op 30 juni. Van het ziekenhuis heeft de familie niets meer gehoord. Tot donderdag, de dag voordat het ziekenhuis naar buiten kwam met het nieuws hoeveel patiënten er overleden zijn door de bacterie. Ik kreeg een telefoontje van een of andere secretaresse of ik die dag daarna een afspraak met de dokter wilde. En ik vroeg haar, hoezo moet ik ook getest worden omdat ik op die afdeling geweest ben? En toen zei zij mij, nee, het gaat om je moeder. En toen vroeg ik haar van, had mijn moeder die bacterie dan? En toen zei zij, wist je dat dan niet? Dat hoorde u aan de telefoon? Hoorde ik aan de telefoon. 2 maanden na het overlijden? 2 maanden na het overlijden. Vrijdag, nadat de pers is geïnformeerd, wordt er gesproken met de familie. Maar ze krijgen niet op alle vragen een antwoord. Nu, 2 maanden na de crematie, is niet meer vast te stellen of de moeder van Letty aan de bacterie is overleden of niet. Het Maastadziekenhuis laat in een reactie weten het verschrikkelijk te vinden wat er gebeurd is. Er is niet willens en wetens gelogen, zegt een woordvoerder. Wat wel gebeurd is, zal in een nieuw gesprek aan de familie worden uitgelegd. Ja, op onze internetsite rijnmond.nl kunt u een uitgebreid interview bekijken. Maar we blijven nog even bij het Maastadziekenhuis. Ook de vakbonden zijn kwaad. Ze vinden het onaanvaardbaar dat er misschien ontslagen vallen bij het ziekenhuis. Het bestuur kondigde vrijdag aan dat er mogelijk banen gaan verdwijnen omdat er financiële schade is ontstaan door de Klebsiella-crisis. Op de redactie staat Jan-Roelof Visser. Jan-Roelof, de bonden vinden dus dat er geen banen mogen verdwijnen. Nou ja, de bonden begrijpen eigenlijk helemaal niet wat er aan de hand is. Vorige week heeft bijvoorbeeld Zorg 91, nu 91, de bond van het zorgverlenend personeel, heeft nog overleg gehad met personeelszaken, niets aan de hand. En dan nu ineens in de media het bericht dat er mogelijk ontslagen zullen vallen. Zullen snel om tafel met de directie, want zij twijfelen of er echt geen geld meer is. De vorige bestuurder die is vertrokken, dat is degene die echt ontslagen is en die heeft een vertrekpremie meegekregen. Dat is een bedrag van tonnen geweest. En nou ja, dan is het een beetje onverkwikkelijk, nogal onverkwikkelijk, dat dan nu gezegd wordt er is te weinig geld en daarom ontslaan we mensen die heel hard nodig zijn. En dat zijn verpleegkundigen. Ja, maar ze willen ook geld aan de patiënten natuurlijk uitbetalen. Ja, ze willen coulant zijn in het uitkeren van de premies aan naasten of slachtoffers. Maar daar ben je voor verzekerd. Dankjewel, Jan-Roelof Visser. Nou, vooruit dan. Nog 1 extra weekend bleef het buitenbad van Mijns Herenland open. De weersverwachting was goed. Maar na een drukke zonnige zaterdag in recreatieoord Binnenmaas is het nu al duidelijk. De zomer is voorbij.
zwembad is extra geopend in het weekend van 3 en 4 september van 11 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. Het is weer voorbij die mooie zomer. Ja, maar ja, als het net zo mooi weer was geweest als gisteren, hadden jullie ook 700 mensen gelopen. Of misschien nog wel meer. Wie het er vandaag toch op waagt, heeft in Mijn Zere Land bijna een privézwembad. Als het steeds regent, dan komen de mensen niet. Want dan kunnen ze niet in het gras zitten, want het heeft vannacht geregend en dan is het nat. Ja, maar ze worden niet graag nat. Nee. Viel het niet wat tegen deze zomer? Ja, tuurlijk. Slecht weer, hè? Ja. De abonnementhouders zijn niet ontevreden. Ik heb net aan de dame bij achter de kassa gevraagd hoeveel keer ik gezwommen heb. En het was 37 keer. Dat valt me heel erg mee. Vanuit het dorp verderop laat niemand zich verleiden vandaag alsnog een duik te nemen. Ondanks het flauwe zonnetje dat doorbreekt. Het is weer voorbij die mooie zon. Hoe druk heeft u het? Niet erg druk, maar ik geniet er wel van, hè. Ja, jammer. Jammer dat het niet weer zo'n mooie dag als gisteren is. Is het niet koud? Beetje. Maar je hebt dapper door? Ja. Dan valt het mee? Ja. Hoe warm is het water? Ik denk zo'n 15, 18 graden. En dan wordt het toch nog 5 uur. De stop gaat eruit. Goeie herfst. Goeie winter. Goeie winter. En tot volgend jaar. Bewoners van de burgemeester Verver Aartselaan in Voorschoten willen een andere straatnaam. Hun straat is vernoemd naar Wilma Verver, oud-burgemeester van Schiedam en van Voorschoten. In de Jeneverstad heeft Verver zoveel imagoschade opgelopen dat de straatnamencommissie is ingeschakeld. Tenminste één bewoner van de burgemeester Verver Aartselaan in Voorschoten is naar de straatnamencommissie van de gemeente gestapt met het verzoek dit naambord te verwijderen. Niemand zegt te weten wie, maar bewoner Jan Preene staat er helemaal achter. Ik woon sinds kort in Voorschoten. We komen uit Leidendorp. En we wonen hier verder fantastisch, daar gaat het niet om. Heeft u mevrouw Verver als burgemeester hier meegemaakt? Ik heb haar meegemaakt, heel kort. Ze zijn erg tevreden, hè, in de gemeenteraad over haar functioneren hier. Ja, er zijn ook andere geluiden. Dat is wel heel duidelijk in... ferm heeft opgetreden. En juist daarom spreken alle fracties in de gemeenteraad van Voorschoten vooral lovend over hun oud-burgemeester. Het was een kranige tante als burgemeester die de lijst goed kende. En wat ik vind, en toen ook raadsbreed, dat ze de parel die Voorschoten aan de Vriet is best glans gegeven heeft in die periode. Aan de burgemeester Verver Aartselaan komt ondertussen een ongenoegen los dat weinig met de Schiedamse affaire te maken heeft. Het enige wat ik kan zeggen dat ze in ieder geval getegend heeft voor die mast daar. En daar ben ik dus niet zo blij mee. De straat heette eerst burgemeester Ververlaan. Toen heeft mevrouw Verver het zover gekregen dat achter haar meisjesnaam er ook nog bijgevoegd werd. Dus werd het burgemeester Verver Aartselaan. Dan overleven we die derde naam ook nog wel. De conclusies uit het Bing-rapport worden in Voorschoten niet als keihard bewijs gezien. Ook dat moet nog blijken dat het zo is. In Voorschoten was je niet omstreden. En ach, die straatnaam. Daar zijn lang niet alle bewoners even stellig over. Nou, ik vind het. Voor mij is het niet nodig. Ik vind dat de gemeente andere prioriteiten zou moeten stellen. Dan dat men zich nu heel druk gaat maken over de straatnaam. Het afgelopen weekend werden de kades van de Rotterdamse haven bevolkt door de vele tienduizenden bezoekers van de Wereldhavendagen. Het jaarlijkse evenement werd voor de 34ste keer gehouden. Het publiek kon genieten van rondvaarten, spectaculaire races op het water en demonstraties.
Hier wilt u natuurlijk meer van zien en dat kunt u gaan doen na het nieuws, want dan is er een uitgebreide samenvatting van de Wereldhavendagen. En we blijven nog even in de buurt van de Erasmusbrug, want die is vandaag precies 15 jaar oud. Op 4 september 1996 werd de oeververbinding over de Maas officieel geopend. De daaropvolgende jaren groeide de brug uit tot het beeldmerk van de havenstad en de lieveling van elke camera. Voor de directeur van Rotterdam Marketing staat het vast. De jarige Erasmusbrug is veel meer dan alleen het beeldmerk van de stad. Nu precies 15 jaar geleden werd de brug tussen de linker- en de rechter Maasoever door Hare Majesteit geopend. Een miljoenenproject dat zichzelf inmiddels ruimschoots heeft terugverdiend. Ja, dat is moeilijk in waarde te schatten, maar ja, als die brug daar 20 jaar ligt en die gaat nog heel lang mee, ja, dan heeft die brug zich al meerdere malen terugverdiend. Maar vandaag de dag is er veel veranderd. Nu is goed zien. Fotografen, reclamemakers, filmproducers, allemaal hebben ze de Erasmusbrug ontdekt. Talloze commercials zijn er al opgenomen. Daar komt het. Daarnaast het gele gebouw. Het wint tenminste. En laten we ook Jackie Chan niet vergeten, die de brug in 2007 als een van de eerste in een internationale speelfilm verwerkte. He also told me, respect nature. Ik denk dat het een brug is die ze nog niet vaak ergens gezien hebben. Je hebt natuurlijk wel meerdere tuibruggen in de wereld, maar deze is heel bijzonder. En hij ligt op een hele bijzondere plek en hij heeft een heel mooi decor. Want wat je natuurlijk achter je ziet, reis maar in de zomer, gaat iedereen op stap en men gaat Europa door. Je komt weer terug en wat zie je? Ja, je hebt eigenlijk niet zo'n stad gezien als Rotterdam. Grote evenementen en spektakel, ze horen inmiddels bij Rotterdam en de Erasmusbrug. Maar even Rotterdams is een nuchtere reactie. We moeten niet vergeten, het is een brug. Dus hij transporteert mensen over die brug en dat moet ook blijven gebeuren. Maar er gaat geen studiedag waar wij mensen uitnodigen, dus touroperators en dergelijke. Er gaat geen dag voorbij dat wij mensen niet de brug laten zien. Hij zit altijd vast in het programma. En tot zover Rijnmond Nieuws. Meer nieuws vindt u op rijnmond.nl. Ik wens u verder nog een hele mooie dag toe. Dag.